Na 2,5 jaar meten kan ik op basis van het uiterlijk van een koe nog steeds niet vertellen of hij efficiënt of niet efficiënt is. Meten is echt de essentie om uiteindelijk tot betrouwbare getallen te komen. De iets lichtere koeien zijn wat efficiënter dan de zwaardere koeien. Maar het is niet zo dat per definitie een lichte koe efficiënt is of een zware koe inefficiënt is. Ik verwacht ook persoonlijk niet dat we met het fokken op voerefficiëntie naar een bepaald type koe gaan. Er zal nog steeds spreiding en variatie mogelijk blijven die passend bij de bedrijfsomstandigheden van veehouders. Dus de voeropname moet in relatie zijn tot de melkproductie. Het is een zware koe die mag gerust meer onderhoudsvoer nodig hebben als ze dan ook maar evenredig meer melk produceert. Andere veehouders zullen ook profiteren van het feit dat CLV deze metingen doet. Denk enerzijds aan het aanbieden van stieren met een beter genetisch potentieel op basis van voeropname. Anderzijds denk ik dat het ook goed is om te realiseren dat we in een overvol land leven. Waarbij door andere sectoren steeds meer ruimte en ook vanuit de overheid inspanningen worden verwacht. Voerefficiëntie zal daar zeker een rol in spelen. Des te minder grondstoffen we nodig hebben en des te kleiner we de kringloop kunnen maken. Now, feed efficiency in your sire match. Want to know more about feed efficiency? Visit our website,